rijden. Dennis Demmers, hoe voelt deze 1-1? Ja, ik ben wel een tevreden man. Alleen het is jammer op de manier waarop die uiteindelijk nog achter in de wedstrijd valt. In blessuretijd? Ja, in blessuretijd. Maar er waren wel wat blessurebehandelingen. En ik denk dat die blessuretijd wel terecht was. Maar het is wel jammer dat dan, als je dan ook kijkt hoe die bal erin valt, ja, dat nog de 1-1 wordt. Als je de laatste fase van de wedstrijd bekijkt, dan was het eigenlijk pompen of verzuipen. Misschien wel van beide kanten, maar vooral van Excelsior. Nou, kijk, Harkema die gaat natuurlijk alles of niet spelen. En die gooien daar wat aanvallers bij in. Of schuiven in ieder geval door naar voren. Daar hadden wij het moeilijk mee. We kregen die bal moeilijk weg. En dan is ook het enige wat je kan, die bal naar voren schieten. En hopen dat je daar op de counter eruit kan. En dat gebeurde nog één keer bijna, maar dat was kantje boord buitenspel. Ik kon niet goed zien of het zo was, maar dat was wel een mooie mogelijkheid geweest anders. Twee hoofdprijzen heb je inmiddels al. De derde, het kampioenschap, ja, komt toch steeds dichterbij. Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk een hele goede stap. Alleen we moeten de andere tegenstanders niet onderschatten. Ik heb het al vaker gezegd, we krijgen de onderste ploegen nog. En ja, die vecht ook ergens voor, dus dat wordt een hele zware wedstrijd. Succes. Dankjewel. Ah, zie je zo.